hè? Dan rijden er ook minder mooie waggies hier. Ja, mensen slapen ook echt in GTA, hè? Ja, echt, ja? Slapen ze? Ja. Doen ze een tukkie? Ik zie nu nog geen mooie auto's. En anders doe ik die rode die ik nu heb. Zal ik die rode doen anders, deze? Ja, die vind ik mooi. Oké, deze doen we gewoon. Dan pakken we gewoon deze en dan tunen we hem wel. Hij heeft wel een mooi model, dus dat is wel een voordeel. Oh. Oh, hij stak zijn middel weer op die man, in die auto. Echt? Ja. Nou, we gaan even naar de... we moeten even een... Je moet weer even naar de kaart toe en dan moet je even zo'n stip zetten bij dat spreetje. Ja, ik zie het spreetje al in beeld, dus ik kan er gewoon naartoe rijden, toch? Oh ja, dat kan ook, ja. Het is hier niet ver in de buurt. Het is echt hier naar links, de volgende. Ja, ik volg jou. Hij slipt wel heerlijk slecht, die auto. Ik weet al waar het is, volg me maar. Oh, je ziet hem al. Ja, rechts daar. Oh. Nee, hier. Oh, hier was het al. Nee, hier was het al. Hier. Ja, ik rijd wel zo. Je gaat weer naar de verkeerde. Ik ga naar de dealer. Maar dit komt daar voor je, nu deze nu uit. Oh, die ja. Oh, je ging een andere route. Je nam de alternatieve route. Wacht, dan moet je even wachten voordat je erin gaat. Moet je hier even stoppen. Ja. Want dan kom ik bij jou in de auto zitten. Oh, kijk, die witte is nog mooi. Die pak ik gelijk. Die hier staat voor. Dat is hetzelfde. Ja, je kan nog je kleur aanpassen, hè? Ja, maar deze witte is mooi. Oké, ik ben bij jou erin. Ja, tof. Dit is mijn autootje. Dat is de goede. Dit is die garage in. Ja? Rij maar de garage in. Is goed. Ja, hallo meneer. Ik kom mijn waggie upgraden. Ja, ik heb 17.000 contant en 382.000 op mijn bank. Ja, armor, maar die kan ik nog niet kiezen. Breaks ook nog niet. Bodywork. Window vent. Nou, dat wil ik nog niet. Dat vind ik een beetje zonde. Bumpers, dat vind ik wel gaaf. Een beetje voor de voorbumper? Ja, ja. Dat en achterbumper? Ook? Ja, doe ook maar. Engine? Upgrade level 1? Ja, tuurlijk. Exhaust, wat is dat? Nou ja, ik kan wel deze nemen. Oké. Okay. Ja, doe maar. Explosives? Nou, dat hoeft niet. Nee, die hoeft niet. Grill? Doe maar. Ja, heb ik. Oké. Okay. De hoed. Oh, dat vind ik lelijk als die zo'n motorkap hebt. Nou, hoorn hoef ik niet. Lights. Kan ik niet kopen. Oh, unlocked. Deze heb ik. Ik weet niet wat er gebeurt, maar dat doe ik maar niet los. De plate. Nee, dat is nummer 8. Oh, dat is wel leuk. Zo'n rail staat er. Ik doe deze. En respray, roof. Ja, respray moet je doen. Oké, okay. Oh, die is mooi ook die. En een respray, even kijken hoor. Secondary, maar ik vind die witte wel mooi hoor. Dat is de secondary color, zie je? Zo, die ook wel schön hoor. Zou ik anders Disneycraft kleuren doen? Ja, doe maar. Maar dan moet ik een roze doen, hè? Ja, daarom dat wit wordt dan blauw en dan wordt dit een roze streep. Een beetje deze. Ja, oh, die kan ik niet kiezen. Waarom niet? Die kan ik niet kopen. Chrome ook niet. Wacht even, ik kijk bij matten. Je moet vertellen. Oké, ik kan hier heel veel van kiezen. Oh, hier niet meer. Oh, de bovenste zijn geen slotje. Ja, dat moet je dus maar uitspelen. Zit er ergens een roze tussen? Nee, maar die niet. Ja, dan moet je even bij andere kijken, maar met mat of met tellen of bij. Bij Classic misschien wel, maar niet heel veel. Kijk hoor. Moet even jongens maar even die Disneycraft kleuren. De roze en de blauwe. Ja, roze en blauw, dat is wel mooi. Anders moet je paars hebben. Maar dat is gelijk al lelijk hoor, vind ik. Ja, en dan hebben we Crew. Mooi. Oh, dat is ook niet echt. Chrome, ook niet. Nou, en anders doe ik. Gewoon even kijken hoor. Dat is ook wel gaaf, hè? Moet je kijken hoor. Ja, je kan de gekste dingen doen met je auto, hè? V8.
vet hoor. Wit is wel mooi hoor, ijswit. Ik doe ijswit jongens. Dan wordt deze gewoon. Oké. Ja. Ja. Oké, dan kunnen we nog meer doen. Roof, cell. Roof. Niet, spoiler, dat is vet. Ja, spoiler is wel vet. Zie je? Ja, die. Ja, dat is wel vet. Goed. De ducktail. Oké. Okay. Suspension. Ah, ja, suspension. Dan ga je lager met de auto. Lager bij de pomp. Oh, nou die. Tijdens mission, wheels. Wheels moeten sowieso. Ja. Die maken het, hè? Sport. Kies maar een mooie wiel uit. Spannend. Er zijn wel heel veel soorten, hoor. Ja, je moet wel even kijken welke je auto hebt gespeeld, hè? Ja. Muscle, welke zijn cool? Lowrider is zo mooi. Die zo... Nee. Muscle, deze. Ja, die zijn wel heel gaaf. Oh, jij ziet het ook welke kies? Ja, ik zie het ook. Gaaf. Nou, wheel color hoeft niet. Windows. Nee. Ja, die worden donkerder dan. Zie je? Alleen die lichtdonker kan ik nemen. Oké. Okay. Nou, en als het goed is, dat ook nog ergens lost en pretension ofzo? Nou, moet die kopen ook? Ja, er staat als het goed is Tracer en nog een eentje. Je moet ze alle twee kopen. Lost Theft Prevention? Ja, die moet je kopen. Tracker, ja. Alle twee. En full coverage ook? Ja. Dus als iemand anders online in GTA je auto opblaast, dan moet hij betalen voor jou. Dat is maar verzekering. Echt? Oké, okay. En mijn auto, blijft die altijd opgeslagen? Ja. Meen je dat? Ja, deze blijft altijd opgeslagen. Oké, okay, dus ook als ik hem kwijt ben, dan kan ik hem altijd terugvinden? Ja, ja. Oké, okay, dus nu bijvoorbeeld... Vind je mijn bakkie? Even kijken. Oh ja, rij nu eens naar je huis toe, dan kan je hem in je garage rijden als het goed is. Is goed. Waar is mijn huis dan? Hoe zie ik dat dan weer? Een momentje aan. Op de kaart en dan het witte huisje. Dat ben jij. Hier, dit zit wel even een waypoint. Oh, dit is dichtbij joh. Oh, sorry. Ja. Zo. Oh, dat is lekker. Ja, je zit vlakbij je. Dat is handig, je zit vlakbij de garage. En kan ik meer... huizen kopen? Ja, tuurlijk. Cool zeg. Maar nu heb je nog even een beginnerlijk huisje, maar je kan dus ook een hele grote villa kopen als je veel geld hebt. Jij kan dat al, hè? Ja, ik kan het al. Jij ook hoor. Hier naar rechts, je bent voorbij een garage volgens mij. Je moet die steeg hier in. Echt? Is dat onderop, ja? En dan hier naar links, ergens aan deze garage gaat lopen. Ja! Hij parkeert hem. Oh, wauw! Chung? Kijk, dus nu parkeert hij hier. Dan stap ik uit, zie je? Gaaf! Oh, je bent uitgestapt! En wat nu? Hij slaat hem op. Hij slaat hem op of iets. Ja, dat moet even. Maak even een lichtje aan, jongens. Het is te donker voor woorden. Zo. Nu zien we waar ben jij nu? In je huis of niet? Nee, moet ik uitstappen? Ik zit in mijn auto. Ja. Ik kan niet zoveel. Er staat tekst. When you store a vehicle in your garage, a tracker will be fit to it. If you drive it out of the garage, it becomes your personal vehicle. Oké, okay, cool. Ja. Oh, nou klinkt goed. Oh, ik kom er nu uit. To leave the garage. Ja, kijk, ik loop hier. En als je dan zo tijd zie je, kijk, daar staat je auto. Daar kan je een foto van maken. Wacht, ik zal ook even een foto maken. Ja, is goed. Moet ik erbij staan? Ja. Maar ik heb die achterlijke helm op. Hoe doe ik die af dan? Volgens mij kan je hem met bek doen. Weet je wel, als je bek ingedrukt houdt? Wacht even. Ja? En dan bij... Inventory. Ja, en dan staat als goed helmet. Zie je, ik kan ook een helm op doen. Als ik wil. Of die uit. Waar zie je helmet? Oh hier, helmet. None. Doet hij hem nu af? Hij kan hem niet wegdoen. Nou, gek joh. Ja. Oh, dan moet je dat misschien even bij je kledingkast doen. Ja, je kan geld geven aan mij, of niet? Ja, ik kan gift cash, denk ik, volgens mij. Ja, en hoeveel heb jij? Ik heb nu zoveel meer nu, want ik heb nu maar 30.000. Oh, 30.000 maar? Je had toch 80 miljoen? Ja, dat is op. Oh my god. Zo eventjes wat beroven dan? Oh ja, dat kan ook. Wacht even hoor. Je kan ook de radio, je hoort de radio. Oh shit, ik loop naar buiten. Oh, nou ik ga bij mijn auto komen. Auto blijft nu opgeslagen, hè? Ja, ja, je kan die buiten lekker staan. Oké, okay, tof. Maar je kan ook maar gaan rijden als je wil. Tof. Ik ga nu uit de garage. Zo. Vet gedaan nu, jongens. Dat zie ik allemaal voor het eerst. Gaaf. Waar ben je nu? Oh ja, je bent hier gespant. Ja, ik stap bij jou in. Even één winkel erover, maar ik ga zo eten. Dus we moeten even kijken met de tijd hoe we zitten.
En anders moeten we dat in de volgende aflevering bewaren. Maar welke winkel kunnen we nu... jij zet een kruisje ernaar? Ja, ogenblik hoor. Even zien hoor. Snel doen, snel doen. We hebben niet zoveel tijd. Ja, eerste. Oké, dan gaan we er snel naartoe. Oh, wat slipt hij snel. Komt dat in stomme wielen? Geen idee. Oh, maar hij is wel mooi al. Hij is vet, hè? Wordt hij. Voor een beginneling. Ja, kan je ook een mooi naam, je kan er ook je naam achterop doen binnenkort. Ja, dat kan allemaal, ja. Oké, het is wel een mooie avond nu. Maar een beetje schemerig is het. Beetje schemerig, ja. Nou, we gaan op naar de winkel en die mag jij gaan overvallen. Hoe doe ik dat? Gewoon, heb je nog wapens trouwens? Ja. Ja, dan moet je dus richten op die vent van de kassa en dan geeft hij geld. Richten op die man van de kassa, oké, okay, dat gaan we doen. Ja, maar niet schieten. Ja, je mag hem achter, hier is het, hier rechts. Ja. Ik ga hem overvallen, let op. Oké, moet ik mijn wapen vastpakken? Nee, nog niet. Oh, je moet eerst passive mode uitzetten trouwens. Wat hè? Je hebt nog steeds passive mode aan, dat je mensen niet kan, dat je je wapenwiel nog moet niet kan. Uit? Ja, met back en dan de solo passive mode. Ja, heb ik. Oké, okay, okay, dan kan je nu je wapen pakken. Oké. Okay. En richt hem op de vent. En loop daar aan toe, zij hier zo rijk ben. En dan ik kan niet mijn wapen pakken, hoe zie ik dat ik mijn wapen heb? Oh, zo ja. Ja, nu, je hebt nu wapen. Ja. Komt ie. Maar er komt nu heel veel politie. Ja, klopt, maar geef je geld. Ik geef je dekking, geef je dekking. Hij gaat je geld geven, blijf daar. Wel gaaf hè dit. Duurt lang, ja duurt lang. Kom op, geld. Kom op, kom op. Politie komt Gian, die moet je daar schieten ook. Ja, ja, ik sta vast buiten. Zullen we dan op geld? Ja, 1000. Nou, dat is toch wat. Ik stap in de auto, stap in, snel. We moeten ontsnappen. Rijden, rijden, rijden in een wagentje. En wij zijn kinderen en dan draag ik je. Kom, kom, rijden. En OE als je mijn auto beschadigt. Moet dan dat, gaat hij dan weer netjes, want de volgende keer als ik hem terugvind, die auto, moet ik hem dan repareren? Ja. Nee, dan staat hij in je garage. Nee, helemaal netjes en wel. Ja, in de garage wordt hij automatisch gerepareerd. Prachtig. En hoe komt hij weer in de garage terecht? Nou, als je straks uit de level gaat, dan komt hij automatisch in je garage. Oh. Als hij kapot als je straks dus, als het goed is, als je nu je telefoon pakt en je gaat naar contact. Ja. Dan zie je als het goed is in een rijtje mechanic staan, of niet? Mensen, ja. Ja, je kan je mechanic bellen als je je auto nog niet hebt en dan komt hij hem brengen. Ik zie geen mechanic. Ik zie alleen... oh ja, mechanic. Kan je bellen? Ja? Nu niet, nu heb je je auto, maar als je ver van je auto vandaan bent, dan komt hij hem zeg maar brengen. Je moet even verstoppen hoor, Kian. Ja, ik ga zo snel mogelijk weg. Ik ga nu er snel nog op als het goed is. Tof. Nou mensen, dit was een leuke aflevering. Nou ja, ja leerzaam. Ik weet niet hoe ik een winkeltje beroof. Je krijgt er dus niet zoveel geld voor, maar wel 1000 is wel aardig wat natuurlijk. 1000 euro van de winkel is niet niks. En nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En volgende keer gaan we zeker weer kloten in de GTA-map. En dan wordt het zeker weer spelletjes dat we gaan spelen en geld verdienen. En ik hoop dat Kian mij helpt met levelen, dus het wordt zeker vet. Bedankt voor het meespelen, Kian. Yo. En dan zie ik je de volgende keer. Doei doei. Doei.